Veel plezier met vlog 82. Wim is de baas van Silverjet. En Wim heeft een supercoole reis voor ons geregeld. We gaan dus binnenkort naar Sevilla. Wim heeft dat geregeld voor ons. Ik kijk er echt naar uit. We zijn aan het winkelen in de mooie winkel van Witte Bier. En waar is Ray naartoe? Ah, Ray. Vind je dat normaal? Vind je dat normaal dat je op de grond ligt? Ja, weg zijn mee. Kom eens even. Het is zondagmorgen en we zijn in Antwerpen om mijn haar te knippen. Want het is nodig. Bart ook wat bijknippen, denk ik. Probeer eens te lachen. Probeer eens te lachen, zo. Reis, heb je nu een muts? Ja. Wauw. Echt van de zon. Nice. Ja, nog een klein beetje groen en gaat ook in de zon. Pakketje. Die bus, dat is een Office on Wheels van Colruyt en Proximus. En daar ben ik echt zo jaloers op. Ik sta momenteel in de file niks te doen en zij kunnen werken, godverdomme. Yes! That's awesome! De mensen van Mini hebben mij gevraagd of ik vandaag een Mini Countryman wil testen. Ik heb gezegd ja, maar ik heb eigenlijk niet veel tijd. Dus hebben zij gezegd, geen probleem, we hebben een soort van office voor u midden in de velden. Waar je rustig kan werken en met de Mini Countryman naartoe kan rijden. Ik zeg oké. En dan zou er nu een Mini Countryman in mijn kelder moeten staan. Ik ben benieuwd. What? You just took one in the jugular, man. Yep, dat is de Mini Countryman. Ziet je, dat wordt van hier verstuurd. Zoals ik mijn hand erover doe, hup, hup, hup. Ik heb er wel zin in. Ik rij altijd graag eens met een andere auto. Mijn vrouw Deborah heeft nog een Mini gehad, maar dat was een kleine Mini. En dit is wel een huge Mini. Toffe knopjes. Wow. Navigeer naar Congostraat Volle Zeelen. Badsweers is geselecteerd. Nee, verkeerde adres. Opnieuw beginnen, alsjeblieft. Naar Volle Zeelen. Dat is goed. Volle Zeelen. Het is nog 6 kilometer, nog 7 minuten rijden. Ik heb vooral gezien dat er hier heel veel. Heel veel lelijke huizen staan. Maar we kunnen niet stoppen, we moeten naar die chalet. Ik hoop dat daar geen lelijke chalet is. De Mini zelf, ja, is echt tof. Het is touchscreen. Ik weet wel niet wat ik kan. Ik heb ook een head-up display, dus je kan hier zien zo hoeveel ik aan het rijden ben. Dat stuur kun je ook verzetten van hoogte. Kijk, zie je? Ik weet niet of je dat mocht doen als je aan het rijden bent. Oeh! Snel vastzetten. Dat is veel beter eigenlijk. Je hebt zetelverwarming. Ik vind dat een van de belangrijkste functies in een wagen. Ah nee, dat is de parking sensor. Hier is de zetelverwarming. Tom, ook zetelverwarming? Ja, doet hij dat. Een knopje om de schietstoel te activeren. Dus hier, als je hierop drukt, dan vliegen wij door het dak. Dan gaat dit open. Ben je vertrokken. Voilà, tot zover deze auto. Hier, het Ugly Belgian House is Mecca. Ik ga de sound system testen.
What? You just took more than the jugular, man. Genius. Yes. Zie je het zitten? Ik zie het echt zitten. Check dat. Check the view. Allee. Oeh, heeft er iemand naar beneden gereden? Die beste. Serieus? Volgens mij kunnen we dat ook gewoon. Oh. Ja? Volgens mij mogen we het wel doen, ze. Ik denk het niet. We zijn hier gewoon aan mensen naar beneden gereden of wat? Maar dat gaat niemand in de auto zijn, die auto heeft het niet gemaakt ervoor. Check dat. Wij geraken hier nooit meer omhoog. We zitten dus vast. Tom kan niet rijden, maar heeft wel een plan. Hij denkt dat we langs daar eerst moeten rijden. En dan zitten we al een klein beetje hoger, zo gezegd. En dan... Dus we zijn nu een achteruit naar boven aan het rijden. Uw plan lijkt voorlopig wel te lukken. Raken. Shit. Allee, jongen! Maar we zitten wel boven op de rug. Grip gevonden. Slijk. En gaan ze geven, hè? Kom aan, jongens. Yes. Ja. Yeah. Het is ons gelukt. Oké, nu even binnen zien. Alright. Misschien is niks. Ik wil wat. Oh, en een bad en al. Meer dan niet. Nee. No. Voilà, onze workspace voor vandaag. Sweet. Het gaat vrij goed om hier te werken. Het was een heel erg slecht weer al, maar de zon is er net. Wat zit achter dat huis? Ja, de zon is er dus net en we beslissen om toch even een wandeling te doen in deze prachtige omgeving. Mocht je net als ik afvragen waar het Pajottenland is, dit is dus het Pajottenland. Van waar komt eigenlijk Pajotten? Van patatten of zo. Het is eigenlijk gewoon patatteland. Ik had niet verwacht, maar ik vind het toch jammer dat we naar huis moeten. Ja, ik eigenlijk ook. Moeten we meer doen, anders moet echt meer doen. Ja, helaas is dit één keer. Oh, gewoon gas blijven geven, jongen. Gewoon gas blijven geven. Nee, jongen, ik zeg weg. Dat is niet goed, jongen. Dat is echt niet goed. Oh shit! Ziet hem duwen, jong. Ah! Nee! Oh, dat niet! Geef gas, dat meen je. Hier is een duw! Nee, dat meen je. Tom, duwen! Allee, jongen! Ja, allee, jongen! Goed, jongen! Trouwens, morgen ben ik de gast bij Van Giel zijn gasten. Dat is deze week. Kat en gasten. Ik ben benieuwd om Katluiten terug te zien. Ah ja, het is me Ergin trouwens dat ik erbij ben. Ergin en Hannes morgen bij Van Gils, bij Kat en gasten.